De Murphyettes spelen in de kantine van DHSC. Een herinnering uit het verleden. En Ondiep TV is erbij. Robbie de Tessel en ik vind ze super. Geweldig. Ja, want dat trekt me gewoon die muziek. Al bijvoorbeeld die nummertjes en dan heb je weer dus, hoe heet het, herinneringen aan andere, hoe heet het, artiesten. Omdat het allemaal van die covers zijn die ze spelen, weet je wel. En dan heb je dan weer, kijk, denkbeelden bij. Wij houden ons alleen maar bezig met jaren 60 en 70. Af en toe jaren 50, maar we gaan alleen niet verder. En dan blijkt dat daar een hele groep mensen op afkomt. We hebben vaste fans, schare fans. Die komen ze overal achterna. En die weten mij al te vertellen, tot zondag hè, in daar en daar. Ja, dan moet ik even vragen, klopt, spelen we daar en daar. Dus er is muziek voor die 60 en 70 jaren stijl. Nou, ik zal u wat vertellen. Ik kom al 15 jaar, loop ik de Murphyettes al achterna. Overal waar ze spelen ben ik ook. Ik ben ze pas gaan volgen sinds 75 of zo. Ging jij vroeger ook naar ze kijken? Zeker. De Murphyettes en de gewone Jets lijken op elkaar. En wat maakt die muziek zo speciaal dan? De gezelligheid. Oké. Okay. Samenhang van de mensen. Geweldige sfeer ook. Het is ook weer een beetje reunie. Hè? Je komt iedereen tegen. Babbelen, gezellig. Ik ben nou alleen, maar dan denk ik van leuk om met z'n allen weer mee te maken. Het is heerlijk, ja. Ze kunnen alle stukken meezingen. Kijk, de jeugdgroep hoeft er nou niet bij te zijn, maar die hebt daar niks aan, die vindt het niks. Snap ik. Maar de respons wat we krijgen van het volk, dat houdt mij op de been. En ik vind het zelf hartstikke leuk om te doen natuurlijk. Wij komen hier, we reizen ze wel naar. Maar als ze optreden, dan komen wij altijd. Ja, maar dat is een soort nostalgie. Weet je wat het is? Want die nummers die hun, kijken de speelden, die hoorde je vroeger ook. Snap je? En dat bijvoorbeeld. En dat trekt me heel erg. Welke herinneringen heeft u dan aan ze? Ja, mijn verkeringstijd. Maar de jaren 60, hè? Ja. Moet ik dat nog zeggen? Het is toch goede muziek? Hoe is het om hier terug te zijn in Ondiep? Ja. Ja, ik vond het wel leuk, want ik ben dus jaren niet meer geweest. Ik heb hier jaren gevoetbald, in de oude situatie nog, hierachter. Maar ik kwam binnen, ik denk nou, van de week kwam ik al een keer 's avonds, op een woensdagavond. En er zaten al mensen de kaarten. En dan is het van, hey Jochie, hoe is het? Weet je wel, ze zijn niet vergeten, dat vind ik wel leuk. Ik ben natuurlijk wel altijd in de picture gebleven, dus ze weten het wel. Maar hier was ik nooit meer geweest. Maar ik vind het hartstikke leuk hier, jongen. Fantastisch. Anything you need. Met spelen. Ja, ik word in maart 76. Maar ja, zolang de stem het goed doet, dat stel ik voorop. En dat ik niet op een rolstoel naar binnen hoef te laten rijden, dan ga ik door. En de stem doet het nog steeds goed, al zeg ik het zelf. Dus, en zolang zij het leuk vinden, jongens, blijf ik het doen. Dat kan nog jaren duren, hoop ik.